lieve vrienden, ik ben er weer. Ja. En ik ben keurig heel gelijkwaardig. Oh jee. Ja, daar waren we weer. Ik zou zeggen, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Weesterboel. Ja, er wordt denk ik vandaag niet al te veel gevlogd. Ik weet het allemaal niet. Karin en Roderick, die zijn onderweg naar Den Helder toe. Om straks gezamenlijk naar Friesland af te reizen. Ik ben met de dierenbende bezig. Ja, Gandalf heeft zijn eten al. Nou moet Ewin nog, Frodo die krijgt nog wat lekkers erbij. Die heeft al eten, maar die krijgt nog wat lekkers erbij. Ik ben met Karin, die, terwijl ze in de auto zit te appen. Dus ja, het komt allemaal goed. En het is triest donker weer, maar ik heb wel de tuindeur nog open. Als jullie dat kunnen zien, denk het wel, hè? Ja, nou, dat komt allemaal perfect voor elkaar. Ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. En wees lief voor elkaar. Doei, doei. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Goedemiddag. 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 Dat is een mooi ding. Ja. Heel mooi ding. Hè? Goed, hè? Ja. Ja. De stofzuiger staat hier. De stofzuiger. Oh, ik denk, wat moet die nou met een stofzuiger? Oké. Wat doe je nou? En dat lukt lekker niet. Ja, maar je doet het ook verkeerd. Wat? Hij staat in die houder. Ja, juist. Dat weet ik wel, man. Dat weet ik. Rustig maar. Ik kan er niet uit hier ook. Volgens mij. Ja, maar bij die andere voet wel. Nee, daar kan hij er niet uit, nee. Ja. Dat heet met een stofzuiger van oma. Nee. Gaat niet. Dus enkel de voet eraf. En hij behoort aan de slang te kunnen, maar waar ik haar in de hand nou heb. Nee, gaat niet. En mijn dame past niet op iedere stofzuiger. Haha. Rustig maar op. Oké, ze zijn gearriveerd, dus wij gaan straks lekker richting Friesland. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. En ik spreek jullie later weer. Doei. Ja, lieve vrienden, en dan zitten we dan in de auto. Ja, ik mag voorin zitten. Karin die zit achterin. En mijn schone zoon die zit natuurlijk uiteraard naast me, Roderick. Op weg naar Friesland. Waar rijden we nou eigenlijk? Weet ik niet. Bij de zingende wielen. De zingende wielen. Tadadada. Leeuwarden 64, Amsterdam 65. Kijk. Leuk, hè? Zo heb ik ook dus eventjes bij z'n onderaan gezeten. Ja hoor. Moet kunnen. Ik krijg een lamme arm ervan. Oh. Maar ja, ik kan de pret allemaal niet drukken. Nee hoor. Wij gaan gewoon gezellig naar Friesland een verjaardag vieren. Ja, en die mensen die willen er niet op, dus nee, daar wordt ook niet gevlogd. Nee, daar wordt absoluut niet gevlogd. Maar daar had ik ze gisteren al medegedeeld. Dus daar weten ze van. En dat komt allemaal goed. Willen jullie mij en mijn oom feliciteren? Dat kan altijd hieronder. Want dan kan mijn moeder dat dus weer naar haar broer sturen, de vlog. Ja. Dus jullie hebben het gehoord. Jullie kunnen wel feliciteren onderaan deze vlog. In de comments. In de comments. En dan komt het allemaal goed. Toppie. Doei. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis en we hebben een hele gezellige dag gehad en jullie zien, Frodo had me gemist, ja, maar dat heb je, ik heb hem gemist. En Ewen die heeft me gemist, hè? Ja nou, meisje. Oeh, hé, ja,
gosje, wat zijn jullie lief, hè. Wat voor dikkie. Nou ja, en kan de half vier naar buiten. Karen en Roderick, die zijn net weer weg. Die zijn net de deur weer uit. En ik zal de achterbuurvrouwtje even bellen. Want die heeft tussen neus en lippen door op Frodo een beetje gelet. Want die had vandaag onverwachts iets anders. Iets heel erg. Ze moest met haar dochtertje naar het ziekenhuis. Want die werd ziek. Zodanig dat ze dus toch naar het ziekenhuis moest. Van jullie kijken er maar naar. .nl. Ja. Dat ze was draaierig en hoofdpijn en alles ging pijn doen. Bloed uit de oortjes. Ja, dat is niet goed. Dat is niet normaal. Maar ze weten nog steeds niet wat ze nou mankeert. Dat, ja, ze heeft een zetpilletje gekregen en dan weet je het wel weer, hè. Maar oké, okay, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond. En ik zou zeggen, voor later wel trust, mooie dromen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei!